Wij houden wel in de gaten wat er gebeurt, maar het is niet zo dat het onze agenda bepaalt of zo. Als er op Twitter een enorme fitty is tussen mensen, dan kijk je van, gaat het ergens over? Zit er een maatschappelijk debat onder? Zo ja, dan kunnen we er wat mee, maar niet elke fitty promoveren we tot een uitzending. Thijs, jij las vanochtend de tweet van D66-Kamerlid Lisa van Ginneken. Ja, zij vertrekt van Twitter. Dat is natuurlijk niet de enige, maar ze is echt heel negatief over Twitter. Ze zegt, het is een plek van haat. En ze legt ook een verband met de journalistiek. Ze vindt dat journalisten te veel zich laten beïnvloeden door wat er op Twitter gebeurt. Deze geprogrammeerde polarisatie, de negatieve toon en het feit dat Twitter zo'n bepalende bron is voor de journalistiek, maakt het een giftige mix die onze samenleving gijzelt. Nou, jij bent een fanatiek twitteraar, meneer Van den Brink. Ja, zeker, maar ik herken het wel. In die zin, ik had maandag een tweet geplaatst over dat we in Dit is de Dag gingen praten over Gideon van Meijer in plaats van met Gideon van Meijer. Ik had 24 uur mensen van Forum over me heen die zeiden, waarom praat je alleen maar over hem en niet met hem? Volgende dag had ik Karskens aan tafel bij Opeen. Nou, toen ging de andere kant natuurlijk los. Dus ik heb inmiddels de gewoonte ontwikkeld dat als ik iets post waarvan ik vermoed dat het veel op gaat leveren, dat ik niet meer kijk, dan post ik het gewoon en dan heb ik gewoon 24 uur pauze voor mezelf en dan kijk ik daarna. Waarom post je het dan? Nou, omdat ik wel vind dat mensen mogen weten wat we doen in de uitzending. Ja. Het is gewoon een aankondiging van mijn programma. En dan kijk ik later wel wat er na 24 uur nog over is. Dus als het dan nog steeds nog rustig is, dan is er echt iets aan de hand. En dan ga ik goed kijken. Maar ik vind dat ze te negatief is. Ik snap wel wat ze zegt. En zij is natuurlijk transgender. Ze zegt, die haat richt zich in het bijzonder op mijn transgender zijn. Nou, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd denk ik van, ja, je moet het ook niet allemaal te serieus nemen. Je moet ook af en toe het ding wegleggen en denken van, het zal allemaal wel. We overleven het wel. We kijken straks wel eens weer. Ja. Alleen dat is natuurlijk ook wel de discussie die we inmiddels wel voeren. Je kunt alles denken, we leggen het maar naast ons neer. Ja. Maar het effect wordt er niet minder op. Nee, dus dit en wordt de vriendelijkheid geen naar elkaar wordt er ook niet minder. Nee, maar tegelijkertijd, er zijn ook nog steeds mensen die daar wel op een normale manier blijven communiceren. En die gewoon hele kritische vragen stellen over de uitzending op een normale manier. En daar ga ik dan ook graag en normaal op in. Maar je laten wegjagen, dat moet je niet doen volgens mij. En die journalistieke rol? Ja, journalistieke ik denk invloed? Dat, ik weet niet hoe de anderen naar kijken. Wij houden wel in de gaten wat er gebeurt, maar het is niet zo dat het onze agenda bepaalt of zo. Als er op Twitter een enorme fitty is tussen mensen, dan kijk je van, gaat het ergens over? Zit er een maatschappelijk debat onder? Zo ja, dan kunnen we er wat mee, maar niet elke fitty promoveren we tot een uitzending. Paul, hoe bepalend is Twitter bij jullie? Nou, Twitter is een open riool. Dat moet je vooral, en ik vind dit nogal een statement getuige van naïviteit. Ik denk de volgende verklaring van dit Kamerlid zal zijn als ze weer terugkomt. Waarom moet je dat zo aan de grote klok hangen? Maar kijk, ik sluit me graag aan bij de woorden van de hoofdredacteur van de New York Times, die ik meen vorig jaar heeft aangegeven dat hij graag zou zien dat zijn journalisten wat minder op sociale media en met name Twitter zouden zijn. En waarom? Hij zegt, ja, het leidt af van waar het werkelijk om gaat. Het geeft ook een vertekend beeld van de werkelijkheid. En het vertekent ook het beeld van mensen voor wie jij eigenlijk schrijft. Dat omdat het een relatief kleine groep is, die heel bepalend is. Kleine groep schreeuwers. Ja, maar dat is ook niet wat van Ginneken volgens mij bedoelt. Van die krijgen wel een groot podium, ook in de traditionele media. Ze krijgen een groot podium als je ze dat geeft. Ik zit niet actief op Twitter. En dat is een bewuste keuze. Ik vind het een heel onrustig medium, maar ik gebruik het wel. Wat Thijs ook aangeeft, ik gebruik het wel als bron van informatie, omdat er tussen alle schreeuwers en narcisten ook nog mensen zitten die iets zinnigs hebben te vertellen. En daar moet je goed naar kijken. En daar kan je ook goed naar kijken door mensen wel te volgen en anderen niet te volgen. Nee. Maar ja, je vraagt je soms wel af of Twitter nou echt journalistiek constructief bijdraagt aan datgene wat het zou moeten doen. Of dat het toch vooral afleidt van waar je wezenlijk als journalist mee bezig bent. Het is toch een soort thermometer ook? Ik bedoel, Nou, dat vind ik niet. Het is, ik denk dat Twitter voor de gemiddelde Telegraaflezer totaal niet relevant is. Nee, maar er spelen er allerlei discussies waarvan je kan afvragen van, waar gaat het over? Maar er spelen ook discussies van, ik denk, nou, best zinnig, kijken wat we daarmee kunnen. Dat ben ik wel met je eens. En jouw taak als journalist is om daar een goede ordening in aan te brengen. Ja, maar het gevaar, Thijs, dat risico zie ik echt wel. Het gevaar is juist dat je de mening op Twitter, en die zijn zeer beperkt en zeer selectief, en wat jij noemt die kleine groep, ik noem het een kleine groep schreeuwers, dat die eigenlijk de boel overschreeuwen en daarmee veel meer aandacht krijgen dan dat ze zouden moeten verdienen. Maar dan zeg je een reëel beeld toch altijd schetsen. En het risico is dat de zwijgende meerderheid of de gewone lezer die allemaal geen tijd heeft daarvoor,
En er misschien ook allemaal niet zoveel van vindt, dat die ondersneeuwt. En dat is het risico dat je dus wel uit het lood gaat staan met de aandacht. Omdat je die eenzijdige signalen binnenkrijgt. Ja. Maar dat andere geluid hoor je niet. Maar dan zeg je dat journalisten het onvoldoende wegen. Zeker. Ja. Ja. Wat zou jij zeggen? Ja, ik sta er heel anders in. Ik zou het doodzonde vinden als Twitter zou verdwijnen. Hè, het gedoe met de nieuwe eigenaar. Want als je gewoon kijkt naar waar ik mee bezig ben, in ieder geval het afgelopen jaar en de afgelopen jaren, is verslaggeving over het buitenland. En dan blijkt Twitter, ook Telegram, een heel laagdrempelig podium voor mensen om hun verhaal te vertellen. En als je ze weet te vinden, dan kun je dus gewoon nu volgen wat er in Gerson gebeurt. Mm-hmm. Omdat er mensen zijn die daarover twitteren. Het is voor mij een hele belangrijke bron. Niet door het geschreeuw, want dat vindt in mijn tijdlijn ook veel minder plaats dan klaarblijkelijk in de breedte gebeurt. Ja. Maar gewoon mensen die iets zinnigs te zeggen hebben over de gebieden waar ze zijn. Maar niemand heeft het over Twitter verdwijnen. Twitter heeft in die zin twee functies. Het is fulmineren als je het ergens niet mee eens bent. En het is tegelijkertijd ook wel proberen om jouw verhaal over het voetlicht te brengen. En zeker in gebieden waarin je niet de vrijheid hebt bijvoorbeeld. Of waarin je niet Dat zie je in Iran. De informatie uit Iran is, vind ik, heel waardevol. De filmpjes die vandaar komen. Omdat die informatie heel schaars is. Dat geldt vaak in conflictgebieden. Maar dat is ook de reden waarom ik zeg, ik zit er passief op. Dus ik volg het wel voor bronnen, maar niet actief om de hele tijd de wereld in te slingeren wat ik van alles en nog wat vind. Nee, maar Van Ginneken heeft het wel over die toonzetting. En dat is natuurlijk wel iets, dat vraag ik me af. Je geeft ook aan Paul, daar moet je niet naïver in zijn. Maar volgens mij hebben we het de laatste tijd best wel veel over de manier waarop we met elkaar omgaan. Mm. En als je dan maar denkt, ik kijk er 24 uur niet op en het waait wel een keer over. Nou, het waait dus niet over. Het wordt van kwaad tot erger. We worden niet aardiger tegen elkaar. Maar het is niet iets nieuws. Dit is al jaren aan de gang. Maar de vraag is, Paul, zet je het dan weg als naïviteit? Of kun je zeggen van, dat is goed dat iemand hier op deze manier aandacht voor vraagt, want dan moet ik eerst stoppen met hoe men met elkaar omgaat. Wat mij betreft het eerste, omdat dit niet iets nieuws is, dit komt niet uit de lucht vallen. Nee, maar geeft dat dan aan dat je er ook nooit hoeft tegen te ageren? Want het gebeurt al zo lang. Ik vind dat als jij op Twitter actief als politicus een rol neemt, mm-hmm. Discussies aangaat en zo. Ja, ik zeg niet dat goed is, maar je kan dan niet verbaasd zijn. Gezien alle vuilspuiterij, die niet alleen op Twitter, maar die zie je overal tegenwoordig. Wij dachten nog vroeger, toen wij reacties bij artikelen konden plaatsen, dat hebben we nu wel weer beperkt terug. Maar vroeger dachten we, weet je wat we gaan doen? We staan het alleen toe als mensen ingelogd zijn. Want dan gaan al die anonieme gekken, die zijn dan weg. Maar je wil niet weten wat mensen ingelogd en wel allemaal eruit vloepen. Het is ongelooflijk. Dus op een gegeven moment deed men dat alleen anoniem, maar dat is niet meer zo. Nee, en op een gegeven moment hebben wij dus gezegd, en heel veel andere kranten ook, we stoppen er helemaal mee. Zou ik het wel fijn vinden. Bij te houden. Dus in die zin vind ik het dus naïef. Als je nu in één keer zegt, wat overkomt me nu? Ik wil daarmee niet zeggen dat het goed is. Nee, toch zou ik het wel fijn vinden als gewoon anoniem op Twitter zitten. Gewoon zoveel mogelijk. Ik denk dat het toch een drempel is als mensen met naam en toe. Maar ik bedoel, er zijn mensen die, ondanks dat het met hun naam is, gewoon doorgaan. Maar ik denk ook dat er best een grote groep is die dan toch net 10 seconden langer nadenkt, waardoor het net iets gezelliger wordt. Dat geeft vertrouwen dan voor de toekomst, als je voor €8 gewoon een blauw vinkje kan kopen. Maakt niet uit wie je bent. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.